Het personeel van het Landshospitaal is van plan zich maandagmorgen 7 uur op het Vlaggenplein te verzamelen om daar de directeur rekenschap te vragen over de niet afgedragen inhoudingen op hun salaris. Het is besloten op een vanmiddag gehouden ALV. Vanaf maart heeft de instelling het gepresteerd om inhoudingen te doen op de salarissen van het personeel die nooit zijn afgedragen aan onder meer de banken. Hierdoor zijn de afbetalingen van hypotheken en leningen van het personeel in gevaar gekomen. Bondsvoorzitter Imro Edam zegt dat de bond al in een vroeg stadium contact had gemaakt met de directie omtrent deze kwestie. Helaas heeft de directie niks gedaan en daardoor is er ook niets afgedragen de afgelopen maanden. Reden om directeur Bernard Abia ter verantwoording te roepen, zegt Edam. Aanmaningen en boeterente. Die zaken hebben we tot nu toe geregistreerd. Maar u moet denken, we praten nu, vandaag is al 24, dan praten we al 3 maanden. En of de directie geen oplossing heeft, wie zegt mij dat het binnen kortste keer opgelost wordt. En dan moet u denken dat heel binnenkort een feit gaat zijn. Dat de banken bijvoorbeeld de auto's gaan intrekken. Dus tot nu toe is mij niet gerapporteerd dat zo'n feit zich al heeft voldaan. Maar wat ik wel weet en wat mij gerapporteerd is, dat de banken en de instellingen de mensen een aanmaning hebben gestuurd. Sinds januari heeft de bond aangegeven dat de instelling kampt met een mismanagementprobleem. De president is zelf hierover geïnformeerd, maar tot nu toe is er geen adequate oplossing hiervoor gepresenteerd, zegt Edam geïrriteerd. Als werknemer jij de werkgever opdracht geeft, dat hij gewoon van jou moet inhouden, dat moet gewoon een feit zijn. Maar men heeft altijd gehandeld op basis van netto. Men heeft niet gehandeld op basis van bruto. Zie daar, dat wil zeggen dat je management een probleem heeft. Op grond daarvan, men is bezig geweest de afgelopen periode. Ik weet niet in hoeverre, men was bezig hier door te lichten. Volgens mij een week of 3 heb ik met de minister gesproken en die heeft mij voorgehouden dat men aan het afronden is. In hoeverre dat ligt, moet ik nog in conclave treden met de minister. Aldus Imro Edam, voorzitter van de bond bij het Landshospitaal. Het personeel zal zich maandag om 7 uur op het Vlaggenplein verzamelen om daar directeur Abia rekenschap te vragen over de niet afgedragen inhoudingen.